De play-offs gaan van Lycurgus van start zonder Jake Wiens. De Amerikaan heeft zijn Achillespees afgescheurd en hij moet toekijken. In de eerste ronde van de play-offs is VCV de tegenstander. In de competitie werd thuis met 3-1 gewonnen, terwijl de uitwedstrijd in Veenendaal met 3-2 werd verloren. In de eerste ronde wordt gespeeld in een best-of-3-serie. Lycurgus moet 2 maal van VCV winnen om zich te plaatsen voor de halve finale. In het begin van de eerste set gaat de wedstrijd gelijk op. Geen van de ploegen kan nog een verschil maken. Bij de stand 17-14 in het voordeel van Lycurgus een lange rally. Kansen voor de thuisploeg om het af te maken. 2 mogelijkheden voor Edson Felicissimo, maar hij komt niet voorbij het blok. De derde kans wordt wel benut. Mooie 3-meter aanval en Andringa maakt het af met een prima plaatsbal. 18-14. De ploeg van coach Sootsma heeft nu de wedstrijd onder controle en heeft een kleine voorsprong. Het krijgt extra kans in aanval en de linkshandige Willem Maarten Heijns maakt het hier goed af. Prins VCV met de opslag. Prima stop in het achterveld en een heerlijke smash van Edson Felicissimo. De Braziliaanse springveer brengt de stand op 22-16. Setpoint voor Lycurgus in de eerste set. Het liet er al 3 onbenut, maar nu maakt Heijns geen fout. En de eerste set gaat naar Lycurgus met 25-23. Sootsma wil dat zijn ploeg doordrukt en eist nog meer beleving van zijn ploeg. De stop loopt goed en spelverdeler Frank Lubbets kan zo kiezen voor een snelle aanval door het midden. Mooie score van Joe Klein, de andere Amerikaan bij Lycurgus. Het lukt VCV niet om de verdediging van Lycurgus onder druk te zetten in het begin van de tweede set. De thuisploeg speelt gevarieerd in de aanval. Mooie tipbal van Heijns en het staat 8-2. De coach van VCV, Ivo Martinovic, vlucht in een time-out. Hij is ontevreden over de instelling van zijn ploeg. Willem Maarten Heijns met opslag. Wordt niet goed verdedigd en VCV komt niet tot een goede aanval. Dat gaat bij Lycurgus een stuk effectiever. Joe Klein met de score en Lycurgus staat ruim voor in de tweede set. Als de stop goed loopt is Lycurgus aanvallend niet te stoppen. Weer Joe Klein met een fraaie score voor de Groningers. 20-13. Lycurgus geeft de ruime voorsprong in de tweede set niet meer uit handen. Setpoint. Frank Lubbets kiest weer voor Heijns. Hij mag het laatste punt van de tweede set maken. En Lycurgus wint hier met ruime cijfers. 25-17. In de derde set stoomt Lycurgus door. VCV is de weg kwijt en de thuisploeg loopt snel uit naar een ruime voorsprong. 7-1. Lycurgus heeft het nu ook verdedigend dik op orde en ook het blok gaat lopen. Joe Klein scoort met een killblok. De wedstrijd is nu niet meer spannend en Lycurgus loopt steeds verder weg van de Veenendalers. Een direct punt uit de opslag van Edson Felicissimo. Sootsma houdt zijn basisspelers in het veld en hij wil de wedstrijd zo snel mogelijk beslissen. Andringa met een prima smash en weer een puntje erbij. Lycurgus kan vrij uitspelen en scoort enkele zeer fraaie punten. Felicissimo met een keiharde smash en de thuisploeg komt na ruim een uur spelen op matchpoint. Goede sprongservice en het eerste matchpoint wordt ook gelijk benut. Joe Klein maakt het af met een killblok. Zo wint Lycurgus gemakkelijk van VCV met 3-0, 25-23, 25-17 en 25-15. Ik denk dat het ook de manier waarop we gespeeld hebben, dat het echt ook gewoon verdiend was. Want we waren gewoon een stuk beter en we konden dat ook de hele wedstrijd blijven uitspelen. En ik ben heel blij met deze overwinning, want het is toch de play-offs, nu begint het allemaal. En om dan zo te beginnen, dat is extra goed.